Elk schooljaar doen duizenden jongeren mee aan het onderwijsprogramma Student Company van Stichting Jong Ondernemen. Tijdens dit programma bedenken studenten een idee dat ze uitwerken en onderzoeken, zodat ze een product market fit bereiken. Dit doen ze allemaal op basis van actuele start-up theorieën en tools zoals design thinking, lean startup, scrum en business model canvas. Tijdens Student Company werken studenten hun idee zo uit dat ze met hun product of dienst de markt op kunnen en echt gaan ondernemen. In deze video volgen we het studentenbedrijf Tommy Foods tijdens hun ondernemersreis via Student Company. Hallo! Wij zijn van het bedrijf Tommy Foods en wij produceren glutenvrije poffertjes voor kinderen met een glutenallergie. Ik ben directeur van de productie. Ik ben verantwoordelijk voor de productontwikkelende afdeling. Dus eigenlijk het receptuur zo lekker mogelijk maken dat iedereen hem top vindt. Ik ben de kwaliteitsmanager, assistent productontwikkeling en assistent productie. Voor Tommy Foods ben ik financieel directeur. Vind ik het leukst om aandelen te verkopen en te zoeken. En ik word er zo blij van mijn werk als ik het een fijne gevoel heb dat alle kinderen onze poffertjes zeer veilig kunnen eten. Dus ik heb er zin in, jullie mogen meekijken vandaag. Iedere groep houdt een pitch en schrijft een ondernemingsplan. Bijna 200.000 mensen in Nederland heeft een glutenallergie. En vandaag is voor ons een hele spannende dag, want we moeten ons ondernemingsplan inleveren. Zo, we gaan nu dus de laatste vergadering doen voordat we het ondernemingsplan gaan inleveren. En we gaan het eerst even houden over het productdossier. En we zijn een gezond team, dus we gaan lekker met de trap. We zijn tegen een aantal dingen aangelopen, zeker op prijs en glutenvrij produceren. We hebben twee soorten poffertjes afgebakken. We gaan nu serum stories testen en met de lekkerste zullen we doorgaan. Dit is 2. 2 vinden we beter. De eerste aandelen worden goedgekeurd door Jeffrey, onze financieel directeur. Dus we hebben de productielocatie, zijn we nu aan het regelen. Ja, de volgende stap is natuurlijk een verpakking. Vandaag zijn we in Amsterdam in een productiekeuken en we gaan vandaag onze poffertjes produceren. En we zijn nu aan het voorbereiden, alles goed aan het schoonmaken, zodat alles lactose en glutenvrij is. Die zijn zo snel. Hier bewaren wij al onze poffertjes. Ik zal ze even laten zien. We krijgen allemaal goede berichten terug dat ze echt gewoon mega lekker zijn. We werken goed samen en het gaat nog verder allemaal goed. We moeten alleen even nog 23 dozen met 24 poffertjes zien kwijtraken. Dus, Gun jij jouw studenten net zo'n gave ondernemingservaring als de studenten van Tommy Foods? Kijk dan op onze website en doe mee!